Goedemiddag allemaal. Dit is een video over autisme. Ik ga zo meteen beginnen uitleggen wat ik precies in deze video wil vertellen en uitleggen. En wat best wel interessant is, dat zo. Hey, daar ben ik weer. Goedemiddag allemaal. Ik heb super goed slapen. Ik code openen gewoon dat kan. Ik moet heel veel bijwerken. Maar, ja, ik heb even tijd voor een interessante video voor jullie. Allereerst heb ik een vakantie, dat is heel chill. Ik heb de landbaan, ga een beetje open, een beetje kantig, het is erg warm. Ik heb voor mij een keer een lange broek aan. Ik kreeg te horen op de groepsapp van de vakantie dat een badmuts verplicht is, maar die heb ik niet en ik heb ook geen zin in te kopen. Maar ik ga vanavond naar de kapper, het gaat heel kort worden, maar ik heb me zoiets vragen of ze heel vaak weghalen. En dat is. Maar ja, niet alleen. Ik hoop ook dat ik een baardje bij kan laten trimmen. Het is ook weer veel te volle baard. Maar goed, daar ga ik het niet hebben over hebben in deze video. Ik ga het gewoon deze video over hebben over autisme. Hoe ga ik hem om? Hoe ga ik mijn vrije tijd om? En ik wil iets meer uitleg geven op mijn verslaving. Allereerst toe dat ik geabonneerd ben op mijn kanaal. Ik heb de 109 abonnees gehad. Bij de 110, 115 abonnees ga ik weer een challenge doen. Ook even kijken wat voor challenge, maar ja, deze video gaat dit keer over autisme. Dat is een korte samenvatting, ik heb natuurlijk heel veel video's gemaakt. Autisme en verslaving, hoe ga je met verslaving om? Hoe ga je met emoties om, hoe ga je met druktes om en hoe ga je met alles om terwijl je autisme hebt? Zoals jullie weten ben ik druk met vakantie te regelen, we kwamen zo even in bende. Straks even kamer even opruimen en straks even de was doen. En dat. Maar goed, we gaan eerst gewoon een films video en ik ga niet voor de dag met de dag. In deze video wil ik uitleg geven mijn verslaving. Ik ben 5 jaar verslaafd geweest aan pornografie. Neproken en neblowen. Ben ik al jaren verslaafd aan. En ik ben zojuist van het weekend gestopt. Ik zit op de 3 à 4 dagen, ben ik heel trots op en ik ga het overwinnen. Ik ben sterk, ik moet mezelf motiveren, mezelf positiviteit instellen. Mezelf motiveren dat ik het aan kan, dat ik tot rust kom en dat ik gewoon een beetje in mezelf mag geloven. Dat is heel belangrijk allemaal. Het wordt 25 graden, het wordt erg warm. Ik hou gewoon lange broek aan, dat ik natuurlijk vanaf naar mijn ouders toe ga. En ja, maar... Ik heb dat op school gedaan, ik heb dat op de groep gedaan, deeltijd. En ik ben eigenlijk na 5 jaar ben ik ermee gestopt, probeer te stoppen. Wat ik wel regelmatig doe is dit, ik drink wel energy. Het is op zich niet erg, het kan af en toe wel, ik ben niet zo slaafs, dat scheelt. Maar de komende week ga ik mijn rust pakken, ga ik uitleg geven. Aan de mensen in de groep wat ik heb, hoe ik heb en hoe ik het doe allemaal. Maar ik ga ook wat meer open over mijn eigen zijn. De kans dat je denkt, nou weer een video over dit. Maar ja, maar dit keer is het een dubbele uitleg. Het wordt iets langer een video en ik ga iets meer uitleggen. Van jongens, het is warm. Ik mag dus nog geen gel maar doen, omdat vanavond mijn zusje wordt geknipt. Maar ja. Goed, laten we gaan beginnen. Autisme zit in je hoofd. Het is een moeilijk denkbeeld. Je hebt een moeilijk denkbeeld over anderen. Je let heel veel op anderen. Je let op dat de mensen uitslapen. Of dat ze werken of dat ze thuis zitten. Ze vervelen zich heel erg. En ze gaan... stomme dingen doen. Als je stomme dingen doet, denk je aan valkuilen, aan struggles, of aan kloofjes waar je tussenin zit. Dan moet je daarmee leren omgaan. Hoe ga je het beste met zulke valkuilen en struggles om? Hoe ga je met emoties om? Hoe ga je met jongeren om die daarmee hebben? Daar wil ik het met je in de video over hebben. Ik ben zelf 25 jaar. Je zou niet denken qua kledingstijl en qua gezicht, mijn vermoeide ogen en mijn bril. Mijn baardje en mijn petje. Zo in denk ik 25 ben, maar ik ben wel 25. Ik ben de derde jongste op vakantie, dus dat is wel chill. Maar ik wil ook open en bloot zijn over mijn verslaving in dit sfeer. Dus ik hoop dat jullie respect voor mij hebben.
En je mag een comment achterlaten in mijn video en tips geven, adviezen geven. En ik wil voor de vakantie, dus voor morgen, wil ik niet meer aan mooie dames denken. Ja, aan mooie dames denken, maar ik wil niet aan pornografie denken of aan neprook of neblauw. Ik wil er vanaf blijven, het is klaar. Ik ga de knoop doorhakken. Ik heb gisteren met mijn huisgenoot Jotte gepraat. Zij zei, het is hartstikke goed en je gaat er vanaf komen. Je gaat er vanaf blijven. Ik moet mezelf meer motiveren, want ik kan het. Ik ben een topper. Ik doe al jaren mijn best om clean te worden. En het wil me niet lukken. Ik heb van alles geprobeerd. Dus ik zal toch lollies moeten gaan eten of iets anders moeten gaan vinden om niet te gaan neproken. Wat is neproken? Wat is neblowen? Het is een soort van ding. Ik papier mijn plakband. Ik gebruik het om rustig te worden en tot rust te komen. Maar ook om, om iets in pauzes te doen of iets om te doen. Dat is allemaal heel belangrijk dat ik dat wel blijf doen. Maar zoals je hebt gezien in mijn vorige video's, heb ik hele leuke video's gemaakt met mijn huisgenoot Jord. Dat was super gezellig. Ik maak veel video's met hem, want hij de enige huisgenoot is die hier thuis woont. Of hier de woongroep woont. En die graag met mij een video wil maken. Hij vindt het leuk om mij te wandelen, hij vindt het leuk om humor te hebben. Dus bekijk vooral onze vorige video's. Laat gewoon een leuke comment achter. Like en abonneer ook zijn kanaal. Ik zal die ook onder mijn video zetten. Maar in ieder geval, dat is allemaal heel tof. Dat vind ik wel leuk. Ik heb gewoon een maatje erbij, dus dat is wel tof. Dus dat. Anyway, ik ben heel druk met vakantie voorbereiden. Ik moet nodig mijn kamer opruimen en ik weet niet goed wat ik mee wil nemen met Kathleen. Dus vanmiddag gaat mijn begeleider mij helpen met de tas inpakken. Maar ik haak eraf, want ik wil ze wat het is maar vertellen. Dus naar broken is gewoon nep en het is gewoon om rustig te worden. Maar ik kan ook andere dingen vinden om rustig te worden, zoals energy drinken. Of koffie drinken, of vlogs kijken, of vlogjes maken. Of schrijven mijn dagboek, of tekenen. Tekenen heb ik al lang niet meer gedaan. Dat ga ik ook deze dagen weer doen. Je mag je rust vinden. Je mag je rust vinden bij God. Je mag je rust vinden bij de begeleiding, bij je ouders, of bij je huisgenoot, of bij je familie, of wat dan ook. Je mag positief blijven en volhouden. Volhouden moeten allemaal. We zitten allemaal in een periodetje, of we zitten in een periodetje. Het is een kloof zitten tussen goedheid en negativiteit. En ik zit daar tussenin. Ik heb heel erg moeite met negatieve gedachten, moeheid, druktes. En ik weet niet goed hoe ik eruit moet komen. Hoe ik positief blijf, hoe ik sterk blijf. Hoe ik in dingen zit en hoe kom ik daaruit. En hoe wil je met mensen over dingen praten. Allemaal heel belangrijk. Maar je moet ook positief blijven en volhouden. Ja, ik heb een lekker vakantie. 10 à 12 dagen. Het is dus nu 30 augustus, morgen is 31 augustus. Morgen ga ik op vakantie. Vanmiddag ga ik de boel inpakken. Vanavond ga ik met twee tassen en een bal naar mijn randtijd toe. Ik hoop dat ik het allemaal red. Ik moet mijn geld nog pakken voor de vakantie. Dat gaat ook allemaal mee. En voor de rest, wil ik het ook duidelijk zijn in deze video. Ik ben er heel rommelig aan het vertellen. Maar ik wil met jullie in deze video ook een beetje open zijn over mijn verslaving. Ik heb het vorige net ook verteld. Maar... Heb je nog tips en adviezen voor mij, dat ik tot rust kan komen? Dat ik echt weet dat ik er niet alleen moet staan, dat ik hulp heb. Of wil je me appjes sturen, je mag me bemoedigingen sturen. Je mag me bellen, je mag me appen, je mag alles doen wat je wil. Maar je moet wel rekening houden dat ik niet alles aan kan. Ik ben heel erg gevoelig voor veranderingen. Ik heb altijd moeite met veranderingen en vaak gewoon rustig met houden. Soms niet goed waar ik moet vinden of waar ik met mensen over moet praten. En ik ben heel vaak te moe. Om uit te leggen wat er is. En ik wil overgaan met de begeleiding praten. Of ik wil koffie drinken. Gisteren was super gezellig gisteravond. Een klein voorbeeldje geven. We zaten gisteren na het eten te chillen met elkaar. Ik zat in Topia te kijken. We zitten kletsen met de begeleiding. Nou, de begeleiding zegt. Ik ben er morgen om 2 uur ben ik hier. En dan gaan we samen de kamer doen. En gaan een tas inpakken. Gaan boodschappen doen. En dan ben jij morgenavond op tijd in huis toe. Nou, top. Dat is hartstikke leuk dat de begeleiding zo is. En hij is ook gewoon super aardig tegen mij. Ze vinden het allemaal leuk voor mij dat ik op vakantie ga. Ik heb een superleuke vakantie voor het boek. Dus dat was wel tof. Dat was heel erg positieve tijd. Natuurlijk is iedereen druk. Natuurlijk heeft iedereen zijn dingen. En natuurlijk zijn mensen. Hebben ze heel veel energie. Maar dat is ook belangrijk. Dat heb ik
ik eens in denken van het kan. Weet je, dat moet je ook mee zien als motivatievideo. Hè? Ik kan het echt niet filmen, zie ik. Dus ik ga afronden. Over een 3 minuten nog doorfilmen. Want ik wil je duidelijkheid geven over verandering en autisme. Samen heb ik nu allemaal verteld. En ik heb je gevraagd om adviezen. Nou, de adviezen mag ik gewoon delen. Maar ik wil ook duidelijk zijn in deze video van... Wie ben ik? Wat ben ik? Hoe ben ik? Ik ben een jongeman die graag zijn verhalen vertelt. Die graag dingen deelt. Video's maakt. Maar ook gewoon... heel veel duidelijkheid nodig heb. Er zit bij mij een gebruiksaanwijzing bij die heel moeilijk is. Er zijn boeken over mij gemaakt. Er zijn formulieren ingevuld en dossieren ingevuld over mij. Ik moet heel veel dingen nog bijwerken in mijn kamer. Ik moet steeds de kast een keer opruimen. Ik heb er maar geen zin in om dat te doen. Ik heb geen moeite meer om te doen. Ik moet mijn zin maken. Ik moet het dan weglezen. En dat moet ik nog inpakken. Dan moet je zelf, je mag jezelf eisen stellen. Of jezelf stap voor stapje. En ik leef met de dag, ik leef het hier nu. Maar ik mag mezelf ook meer zeggen van, hey, doe het rustig aan. Bijvoorbeeld, ga eerst al met die kamer doen. En tassen pakken en ga dan boodschappen doen. Zo. Qua boodschappen hoef ik helemaal niet zoveel te halen. Ik zal het even voorlezen wat ik allemaal moet halen. Wat ik allemaal mag halen. Dit zijn de papiertjes van de vakantie. Dit is de begeleiding die meegaan. Super tof. Wat moet ik allemaal meenemen? Beefy Voices, kaasstengels. En als dit erg warm is, moet je zout aanvullen. Beefy Voices, kaasstengels, dat moet ik sowieso halen. Een feestje water. En dit is een pakketje voor onderweg. Dat moet ik morgen dus meenemen. Zonnebrandcrème en een petje krijg ik van Adios Reizen. Super tof. Medicijnen, dat moet ik ook meenemen. Rugtas. En dat zijn heel belangrijke berichten over, super leuk. Dit is het kasteel waar we verblijven, echt super tof. Ik heb er heel veel zin in. Komt allemaal goed, onze bijverkrande de Jurisfinish. Goed dat het een zwembad is, zal chill zijn. Het wordt allemaal wel tof, het wordt heel gaaf. En dat is mijn vakantie. Dus kaasstengels, beefy boysjes en zoute koekjes om mee te nemen voor als het warm is. Nou, we hebben het horen gekregen op het ontbijtnieuws of op het weer. Dat het zo bijna voorbij is, maar dat het nu heel warm gaat worden en daarna wat minder warm. Dus we weten niet hoe we volgende week gaan lopen, dus moeten we afwachten met de dag. Maar goed, wie ben ik? Wat ben ik? Ik ben Stefan, ik ben 25 jaar. Ik heb PDNOS, ik heb autisme. Ik heb gewoon PDNOS, voor een vorm van autisme. Ik ben veel moe. En ik mag ook weten dat ik het goed doe. Ik weet dat ik het mijn best doe. Ik doe gewoon mijn dingen, ik doe mijn taken. Ik pak de vuilnis uit, ik doe de was. Ik heb mijn kamer netjes op, ik had allemaal netjes bij. Kijk, nu is het even een wende, het is even meetijd. Nu is het even een wende. Maar ik ga mijn best doen het opruimen, netjes te maken en zo. En gewoon positief te blijven. Het leven is zwaar, het is moeilijk allemaal. En mensen zijn zo negatief tegenwoordig. Je mag jezelf positiviteit instellen. Je mag ook vertellen dat mensen het goed doen. Je mag ook de anderen een keer een compliment geven. Van, hey, wat doe jij het leuk? Of hey, wat heb je mooie foto's van de vakantie? Of hey, wat plaats je mooie foto's? Of weet ik van wat. Dat is allemaal heel belangrijk dat je dat blijft doen. Ik heb heel veel in Tsjechië gedeeld. Ik moet gauw even doorgaan. Ik ga afronden. Want ik heb best veel verteld. En ik ga verder met mijn dingen. Dus ik hoop dat jullie genoeg duidelijkheid hebben. Ik ga later vandaag nog een extra video maken. En nog een eerste dag vakantievlog maken. Like en abonneer. En like voor meer. En dan zie ik je voor een video. Fijne dag allemaal. Doei. Maar laat een leuk comment achter als je dat wil.